daar zijn we weer. Nou, vandaag, nou ja, buiten dat heel erg druk was. Dat doe ik ook zelf. Ja, goed. Een Volkswagen Busy. En dat is namelijk een schoolbusje. Nou, en wij oudere generaties, tegenwoordig oudere generaties. Die hebben vroeger ook in een schoolbusje gezeten. Sommigen zeggen dan 1960, 65, 3, 5, 67. Maar ik kan me nog zo herinneren dat Volkswagen busje, dat rook altijd, vond ik altijd wel lekker ruiken, maar dat werd een beetje opgehaald van huis en dan moest je naar school met zo'n busje. Een dikke lippenbusje noemen ze het wel eens. Dikke lippen. Maar dat was toen nou eenmaal zo. Niet dat ik dikke lippen heb. Helemaal niet. Maar het gaat erom niks. Maar dat is dus ook zo'n schoolbusje. Nou kreeg ik dus een bericht van Henk van der Plas. Joh, de accu doet het niet, start niet. Nou, hoe doen we een nieuwe accu? Ik bestellen. En dan zie ik dat die uit helemaal niet goed gekeurd is. Dat had gekeurd moeten zijn. Want dus, ik zei, ja, het moet wel gekeurd worden. Ja, dan moeten we gelijk. Maar ja, heb ook een grote beurt nodig. Ja, maar ze moeten maandag op kamp. Ik zeg, welk kamp? Op de Fruitlaan, de Fruitweg, op de Leijweg, de Zigeunerkamp. Wat voor kamp? Nou, geen kamp. Dan zie ik dus dat er zitten twee gladde voorbanden op. Nou, ik wil natuurlijk niet het gehouden hebben dat je met die sting hebt, weet je. Die car, dat daar keer die mensen verongeluk omdat er twee gladde banden onder zitten. Dus ik ga gewoon die band ook vervangen. En hij is nou weer helemaal goed. En een APK'tje erop, hij rijdt lekker. Het is echt een super deluxe schoolbus. Schoolbus. Hij rijdt echt prima. En de rem doet het ook nog. Allemaal mooie dingetjes. En de radio doet het ook nog. Ja, ik ben er zeer blij mee dat ik dit mocht doen. Ja. Schoolbus. En dan heb je al hele rare ideeën bij mijn schoolbus. Ja. Mensen mogen blij zijn dat ze zo'n busje hebben. Er zitten ook bankjes allemaal in, achterin ook. Ja, kan je nou niet zien natuurlijk. Dat heb ik weer, ik kan het binnen zien. Ja. Even kijken, staat er weer eentje. Ik zet hem maar gelijk hier zo in de parkeerbank. Hey. Ik ga hem even eruit halen. Hij is helemaal fijn. Hij is fijn. Schoolbus. Speet. Schoolbus. Nou, er wordt allemaal een beetje daarmee. Die doen er allemaal mee. Klavertje 4 of zo. Kijk. Hij doet het weer helemaal goed. Daar voel je helemaal vrolijk van. Hallo, buurman. Dus dat was het busje.